De ster van Thomas Berge is reizende. De jonge zanger is pas 17 jaar, maar met zijn Nederlandstalige liedje staat hij al jaren op het podium. Om te ontspannen stapt hij wekelijks met een vast clubje vrienden op de fiets. Hoe hard gaan we nu eigenlijk? 32. Kijk, dat bedoel ik. Hoe ik in aanraking gekomen ben met wielrennen. Nou, ik heb natuurlijk na sterrendans op het ijs heb ik niet meer veel gesport. Toen ben ik op fitness gegaan, krachttraining. En toen leek het me eigenlijk wel leuk om een keer te wielrennen. Dus daarom ben ik erbij gekomen. Koekoek! Wat mij zo aantrekt aan het wielrennen, dat je sportief bezig bent, dat je je conditie op peil houdt. Want ja, ik sta elk weekend op een podium en dan moet je echt van links naar rechts rennen en van hot naar her springen, bij wijze van spreken. Dus je moet echt wel zorgen dat je conditie op peil is en dat kan door het wielrennen. Je bent, zonder dat je eigenlijk het merkt, ben je echt met je lichaam bezig. Je doet sprintjes en je moet op de heuvels en je gaat er weer vanaf en noem het allemaal maar op. Dus ja, dat vind ik echt belangrijk, dat ik maar gewoon mijn conditie op peil houdt. Oh, ga kapot, man. Ik heb er geen kracht meer voor. Oh. Ja, de groep is heel gezellig. Ik vind het heel leuk om eens te fietsen. Het is ongeveer een groep dat het erg varieert van leeftijd. De jongste is 17, dat ben ik. En de oudste dat is, die is 59. En die doet me ook aan triathlons en dat soort dingen. Dus het is wel een hele leuke groep. We hebben het altijd gezellig. En we houden wel van een lolletje in ieder geval. Ik leer wel heel veel van ze. Ja. Ze geven me wel aan hoe ik moet fietsen. En vooral Bert Vos. Want hij heeft echt verstand van. En hij zegt precies in welke versnelling ik nu moet gaan. En als ik afdaal, welke versnelling ik in moet gaan. Ja. We hebben er ongeveer 40 kilometer op zitten nu. 40, 50. Dat is heel leuk om te doen. Ik heb genoten van de natuur. Ja, dat is gewoon helemaal top. Wat ik voel voor jou gaat nooit.